goudkleurig. Nou, de dichte delen die je kan zien, want we maken zoveel mogelijk van glas, hebben we goudkleurig gemaakt met een perforatie van hartjes. En dat is eigenlijk om het hier in de buurt passend te maken. Het postkantoor is heel mooi rijk gedetailleerd met smeedeisen. Het beursgebouw is heel mooi gedetailleerd. De overkant, het Atlanta Hotel, maar ook het bankgebouw zijn hele mooie, fijne gebouwen. Nog van voor de oorlog hebben we gezegd, nou, dat die fijnheid en rijkheid aan materialisering en detaillering willen we terugbrengen. Deze plek heeft vele gedaantes gekend. Vlak na de oorlog stonden hier noodwinkels. En die zijn op een gegeven moment geruimd. Meneer Felix Heijnen, dacht ik, die had een sigarenzaak. Die heeft zover kunnen krijgen vanuit zijn noodwinkel dat hij hier kwam. Nou, dat pand is zo vaak verbouwd dat het uiteindelijk de buis is geworden. Het gebouw dat er nu is, waar McDonald's in zit. Nou, dat past niet meer in deze tijd. Ook niet hoe de koolsingel gaat worden in de toekomst. Dus zeg, dat gaan we aanpakken.